Gistermiddag, gisterjoen en de oude nacht voelde nog sneeuw. En dus wiet op een soort plek gewoon wiet, leider 1 on 2 hele centimeter. En juist vandaag kon het weer wat voortranen, maar kwam de mist ervan in plak en dan had je door een lietse brood. Joen en vannacht nog altijd mist. Ja, tichte mist op plakken, dus een serieuze waarschuwing voor het verkeer. En mensen de temperaturen tussen de 2 en de 4 graden. De wind in het zuidelijke richtingen, zwak of matig, zeg maar zuid-zuideerst. En dan terug naar morgen. Ik heb weer die waarschuwing van mist, bewolking. Ik denk dat die mist stadig om het oplost, morgen te midden. Want dan komt er ook wat meer wind te steken. En de temperaturen morgen daar, nou, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de zon of de 8 graden hinnen. De wind nog altijd in het zuidelijke richtingen en die is matig, maar die wordt letter vrij krachtig, krijgt jou rond 5. En dan morgen, morgen nacht, rein en een hudde wind uit het zuiden en zuidwesten waai. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Sneun, misschien nog wel een beetje rein, in de midden droge waar, 9 graden. Snijn, een droge dag, de zinnen erbij, kennen we erop uit, 7 graden, in de nacht alweer, om en erbij 0. En dan komt die maaltijd nog net, hè? Manje, 6 graden, droge dag, zinnen en in de nacht 0 of min 1. En ik denk dat we nu manje de nachten krijgen met lichte frost en dat het door dag ik wat kouder wordt. We moeten morgen, maar weer even in het waarschijn.